Van van Bronkhoost is niet te spreken over het gedrag van Jordi Klaasie bij diens wissel. De middenvelder van Feyenoord maakte zaterdag in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Terakles Almelo misbaar toen hij naar de kant werd gehaald. Jordi vertoonde daarmee ongepast gedrag. Zij Van Bronckhorst na afloop van de wedstrijd bij Fox Sports. Dat kan ik niet accepteren. Klaasie werd een klein kwartier voor tijd vervangen door Robin van Persie. De reservenaanvoerder kon zich duidelijk niet vinden in die wissel en liep heel langzaam het veld af. Vervolgens weigerde hij de hand van Van Bronckhorst te schudden. Jody is een emotionele jongen, iedereen verwerkt zoiets op zijn eigen manier. Hij is nu ook weer een stuk rustiger en walt enorm van dat moment. Aldus de coach. We wilden de wedstrijd winnen en daarom wisselde ik hem om er een spits bij te zetten. Naar aanleiding van het gedrag van Klaasie is Feyenoord van plan om disciplinaire maatregelen te nemen tegen de huurling van Southampton. Het gaat niet om Jordi Klaasie. Het gaat niet om mij. Het gaat om Feyenoord. We willen op 12 mei die derde plek in handen hebben. Daar horen soms wissels bij. Daar moet iedereen zich aan conformeren. Ik ga nog met Jordi en technisch directeur Martin van Geel zitten. We zullen maatregelen nemen. Lied van Bronkorst weten.